Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Jenland Schraven en vandaag hebben we daarvoor aflevering nummer 45 in Japan. Onze thuisrace vanwege de Honda motor die achterin ligt. Dus we hebben eigenlijk twee thuisraces, eentje van Nederland en eentje van Japan. Goed verhaal! Staan op dit moment zevende in het coureursklassement met 87 punten. 95 punten achterstand op de leider in het wereldkampioenschap. Dus wij kunnen officieel geen wereldkampioen meer worden. Dat hadden jullie echt niet verwacht. Maar heb je die vorige video in Singapore gemist? Zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dit gaat zien. Lewis Hamilton stopt ermee aan het einde van het seizoen. De zevenvoudig wereldkampioen houdt het voor gezien. Heeft in seizoen 1, 2 en 3 niet één keer gewonnen. Dus ja, dat is pijnlijk voor hem. Wij zijn trouwens voor de Brit. En ja, ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse F1 22 My Team Grimmend content. En schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. Volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. En dan is het op naar de kwalificatie voor de Grote Prijs van Japan voor aflevering nummer 45. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij het eerste kwalificatiedeel hier in Japan. Pieter daar al gelijk een klein beetje door. En verpesten daarmee helaas de exit naar de eerste bocht toe. DRS hier geopend. En dan is het vooral kijken wat we kunnen doen. Kunnen wij door naar het tweede kwalificatiedeel? Het zou mooi zijn als dat gaat gebeuren. Suzuka is een technisch circuit. Interessant. Heel interessant. En hier alweer iets te ver doorgeschoten. Snijd ik daar gewoon de bocht af om nog wat tijd goed te maken. Is gelukt. En wij noteren een 1.31.8 op een P5 voorlopig. Yuki Tsunoda uitgevallen in de kwalificatie. Er is daar iets gebeurd. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik heb ook geen replay daarvan. Dus excuses daarvoor. Nog ongeveer 1 minuut en 45 seconden op de klok. DRS hier weer geopend. En hopelijk kunnen wij ons kwalificeren voor het tweede deel. Groen in sector 1. Ook groen in sector 2. Zit een 19e onder onze eigen tijd. Nice. En komen bij start, finish, DRS geopend en dat is een 1.31.1 op P14, de uitslag van het Q1 van het eerste kwalificatiedeel. En wij staan helaas op een P19, pakken wel Richard Verschoor, maar geen Q2 voor ons. Dan is het op naar de race voor aflevering nummer 45 van F1 22 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. We come to you today live from the Mie Prefecture in the south of Japan's Honshu Island for a race that has seen so many title deciders through the years, some simple, some controversial, but all contributing to a legacy that makes the Japanese Grand Prix an indispensable stop in any Formula One season. 18 corners make up a lap of the incredible figure of eight Suzuka circuit, with 10 to the right and 8 to the left for a distance of 3.6 miles. Average lap speeds around here are fairly quick, and if it stays dry, expect it somewhere in the region of 136 miles per hour. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Fantastic effort from Charles Leclerc yesterday, and it's put him on pole, edging out Lando Norris, who'll start from P2. Considering the rest of the grid, we have Sainz, Russell, Sergio Perez, and Hamilton. Fernando Alonso, Gasly, Ocon, and Alex Albon. Magnussen, Verstappen, they've taken a grid penalty. Mick Schumacher, and Stroll. Teo Porcher, Joe, the Professor, and Robert Schwartzman. Tsunoda, Tictum, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Latifi and Richard Vasseur. It's almost time for those five red lights to go out then. Let's see who can prevail today.
Alongside me to discuss all the action today is Anthony Davidson. Thanks for joining us, Ant. And tell me, you were down in the pit lane earlier. How do you think the track conditions are today? Well, it's looking a bit cold out there, if I'm honest. These tyres have quite a narrow operating window in terms of the temperatures they need to extract the best grip. So with a cold track surface, it's going to be harder to keep those temperatures up, which will lead to lower grip and maybe more mistakes. Okay, now that we've got some good points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Deze vorm moeten wij zien vast te houden. Aan het einde van de race kan er regen op het circuit gaan komen. Medium hard is de strategie, neem er extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen. Dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde voor aflevering nummer 45 van F1 22 My Team. Karim Mozarten is vanaf een 17e positie. En komen in ieder geval heel goed weg bij de gridslot. Heel veel informatie van de engineer, zoals wij al weten. En dan gaan we ons voorbereiden voor de startprocedure. Banden nog extra goed opwarmen. En komen wij goed in de gridslots? Dat is de vraag. Nee, hij telt 0,1 meter niet goed. Oké, dan is het maar zo. Niet goed in de gridslots gekomen. Dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 45 van F1 22. My Team Karim, de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen matig weg. Want Robert Schwartzman zit er gelijk aan mijn binnenkant. Kan er niet voorbij omdat Joe daar zit. Wij moeten hier even oppassen. Aan de buitenkant kijken van Joe en Stroll misschien. Nee, maar wel van Joe. Dan is die buitenste lijn hier ook voor ons. En dat is P16. Eén plekje gewonnen bij de start. Nu op naar Lance Stroll. Voor P15 een goede start hebben wij meegemaakt. Verstappen start ook helemaal van achteraan, ook op die medium band. En hier is het even druk, treintjeswerk namelijk. Iedereen goed door de eerste ronde heen gekomen, jazeker. En daar vallen wij Stroll aan, Verstappen valt Poortje aan. En wij hebben een plekje omhoog geschoven. Joe en Stroll, zij aan zij, hetzelfde geldt voor Poortje en Verstappen zij aan zij in deze snelle gedeelte. En zo kunnen wij naar deze twee coureurs toe rijden. En Verstappen is er dit keer echt voorbij aan Theo Poortje. Wij kijken zometeen of hier dan aan de binnenkant bij 130R. Jazeker, dat is gelukt aan de binnenkant van Poortje. En hier dan misschien al gelijk Verstappen aanvallen? Nee, komen net tekort. Zou mooi zijn geweest, maar goed, het is niet altijd feest. Ronde nummer 2 zitten wij. Als het gat naar Poortje inmiddels opgelopen is tot een seconde en daar vallen wij Verstappen aan bij de hairpin. Goed gedaan, kunnen Schumacher net niet mee passeren. Moeten zo meteen het bij 130R gaan proberen. Verstappen zit wel in mijn slipstream te kijken voor een tegenaanval, kan er niet voorbij. En tikken daar per ongeluk Schumacher aan. De achterkant van de auto geraakt. Wat kan Verstappen zo meteen? Zit daar dicht op. Maar hij kan er niet voorbij. En hier is Schumacher dan gezien aan de buitenkant van 130R. Bij de laatste bocht. Jazeker, via de buitenkant Schumacher gepasseerd. En dat is P12. De volgende heet dan Alexander Albon. Maar Schumacher heeft DRS. En overtake. Maar kan er niet voorbij. Houden P12 in stand. Ronde nummer 3. En daar zit Albon dan. Aan de binnenkant. Hij is gepasseerd. En dat is P11. Mag ze nog inhalen. En dan rijden wij in de punten. Dus een prima openingsfase van de race.
Maar dat gat naar Magnussen is inmiddels 2/10 in ronde nummer 5. Tikken daar per ongeluk de Deen aan. Hier dan naar de binnenkant kijken. Laat remmen. Wijd duwen. En dat is P10. Een punt erbij voor ons. Goed gedaan. En nu op naar Esteban Ocon. Dat gat is 1,8 seconden. Moeten wij dicht zien te rijden in de 6e ronde van de wedstrijd. En die zit klem achter Pierre Gasly. Ronde later, zo snel gaat het al en het begint al een klein beetje te regenen. De druppels gaan hier vallen in Japan. En is Ocon hier dan ook gezien? Jazeker, kunnen meer snelheid meenemen. Die softbanden gaan eraan. Ocon verdedigt nog die binnenkant. We kruisen achterlangs terug. Betere exit hebben hier. Klein beetje wijd. Maar het is geen probleem. Ocon wordt daar gewoon het grind ingeduwd door ons. Het mag eigenlijk niet, toch doen wij het. En dat is de 9e positie in ronde nummer 8 van de race. Ik denk dat we zometeen naar de intermediate banden moeten gaan. Omdat het maar niet ophoudt met regenen. Gasly is de volgende. Maar dan zitten we in diezelfde ronde als Ocon terug aanvalt bij ons. Richting 130R aan de binnenkant. Maar hij kan hem dat net niet afmaken. Wordt de pas afgesneden door ons. Wij houden nog steeds stand op de 9e positie. 2 punten erbij als het zo eindigt. Een prima race tot nu toe. Ocon duikt naar binnen. Esteban Ocon duikt naar binnen. Hetzelfde geldt voor Kevin Magnussen. Gaan die dan naar de intermediates. En in ronde nummer 11 is het zover. De baan is zijknat, spekglad. En wij moeten naar binnen voor de intermediates. Ocon is naar de harde band gegaan. Niet slim, want nu moet hij nog een keer naar binnen. Verstappen duikt ook mee naar binnen en wij krijgen de auto mooi op tijd afgeremd. Voor de pitstraat en de pitlimiter. De vraag is, hoe goed wordt onze pitstop? ...2,5, een prima pitstop in de 12e ronde van de race. Nog 15 rondes te gaan. En komen terug op de 9e positie. En moeten hier de race op uitrijden. Wat ook gaat lukken, want de regen die blijft hier op het circuit. De vraag alleen, wordt die heviger, ja of nee? En dan zitten we alweer in de laatste ronde van de race. Waarom? Er is niet zoveel gebeurd tot nu toe. Want Joe is naar ons toegereden, Verstappen. Die is helemaal weggevallen. Charles Leclerc wint hier de race en pakt weer een grote stap richting zijn wereldtitel. Wij hebben een DRS-fout. Maar DRS mag niet gebruikt worden. Latifi zit ook te kijken bij Joe. Aan de binnenkant. En Latifi pakt P10 af van de Chinese coureur. We stappen helemaal weggezakt. We moeten ons nog even concentreren op Latifi, maar hebben genoeg overtake. Dus ERS over. Latifi kijkt daar wel naar de buitenkant, maar dat mislukt. Zometeen richting 130R. Latifi aan de binnenkant. Wij gooien de overtakeknop aan. Extra snelheid meenemen. En Nicolas Latifi kan hier niet van profiteren. Leclerc. Dankzij die misstap van Verstappen in Singapore en in Japan. Denk ik dat het game over is voor de landgenoot. Latifi probeerde het daar nog aan de buitenkant. Je weet, dat gaat zomaar niet. En wij komen thuis op P9. Goed gedaan. Weer 2 punten erbij. Is het op naar de volgende wedstrijd. Okay, pick up rubber. They've done it then, here at Suzuka, a brilliant win on the beloved figure of eight circuit. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? Well, they clearly have a car that comes alive in the kind of conditions we were dealing with today. It's a very balanced package in the wet, and what that means is that the drivers have confidence to attack. And having that confidence gets you on the power earlier, it lets you brake later, and can put you a long way up the road. Here come our winners now. A thrilling race and a tremendous effort by Ferrari. Their history is well known, so it's no surprise to fans the world over to see them come out on top
once again. Goed, hier ben dan dus de race-uitslag van de wedstrijd. Charles Leclerc wint de grote prijs van Japan. Pakt ook dus aan het regelpunt. Norris naar de tweede plek. Russell op het podium. Weidens naar P9. Latifi pakt het laatste punt. De score helaas P12. Jammer, maar helaas Verstappen weer niet in de punten. En Leclerc neemt de leiding over van Sainz. En Verstappen, ja, dat gat is nogal groot. Weidens 7 in het coureursklassement en 6 in het constructeursklassement. Dus hebben we weer belangrijke punten gepakt voor het team. 3 voor de tijdbreakdown, plus 3 voor mij, plus 3 voor Lewis. 4 tegenover 5. Dus ja, houdende 7-voudig wereldkampioen. Ja, bij 1. Team McLaren level 23, dus team level 17, maar zelfs level 13. Verschoor. Allemaal goed en wel. Helaas van 1 sponsor niet de cash binnengepakt. $767,900. Verzameld. De score heeft bijna 50.000 verspeeld. Mijn hemel. Richard Verschoor, wat heb je gedaan deze race? In totaal $6,79 miljoen op de bank. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb jij genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me wat je het leuk vond. Ben je trouwens nu op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1-22 My Team Kremlin content. We gaan lekker met abonnees, dankjewel daarvoor. Laten we pushen naar die 200 abonnees. Dat zou mooi zijn als we dat gaan halen. Dus ben je nog niet geabonneerd, gewoon even doen. En volg me ook even op de sociale media. @GianAntSchagen op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Moeten een hele hoop dingen gaan... Wat is het? Gaan veiligstellen vanwege de regulatieverandering in seizoen 4. Maar dat zien we allemaal in de volgende aflevering. Dit was Gianant, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.